dat bedoel ik nou. Oh. Lekker, hè? Ja, je tweede dood dit jaar. Ja? En goed voor de vlooien? Ja. Nou, kijk eens. Wat schitterend. Wat een mooi plaatje. Och, gosje. Heerlijk. Ik vind het zo mooi. Blijf zitten, Marjo. Maak ook een foto. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloedje nieuwe vlog van Corine. En de beestenbol. Elving ligt lekker bij me. Rijkaard ligt buiten. Kunnen de deur openstaan op de grote haak. Dus ja, Elving, die kunnen we ook gewoon uit. Maar ja, dat is lekker, heeft mijn vrouwtje. Maar ik wil er wel even door. Ja. Mag ik er even door? Ja, tot dan. Nee? Waar is Rijka? Kijk, die ligt daar. Rijka. Koek, koek. Koek, koek. Hai, dat is toch veel te heet op die hete plaat. Moet je niet op gaan willen leggen? Nee. Ik zal hem op de kleinere haak zetten, want straks komt Willy. Nou, dat moet hij wel willen. Zo. En er wil er ook één binnenkomen. Dat is onze Kandalf. En die moet nog eten krijgen. Dus dat gaan we allemaal nog even doen. En ik moet nog met de meisjes lopen. Maar dat doe ik straks na een bakje koffie met Willy. Ik heb al telefoontjes gehad van Danielle en van Marcel, alsof dat niet vanmiddag kon. Hadden ze vanmiddag al kunnen vertellen, maar ja, wat doet het ertoe? Je krijgt eten, kind. Ja, we gaan eten voor je maken. Ja, we gaan eten voor je maken. Ja, het moet allemaal even gebeuren, hè? Ja, echt wel. Zijn bakkie. Hé? Ja. Voilà. En je doosje. En een zakje. Die dicht. Die dicht. Maar ik moet er even bij straks. Ik moet een vorm hebben. En er zit glitter op mijn bril van mijn make-up. Ja, van mijn paarse oogschaduw. Nou ja, hij heeft ooit zo zuur gegeten. Hij is een volwassen vrouw van 48 jaar, oké, met een beperking, maar dat doet er even niet toe. Ze is wel volwassen, ook qua beperking, heeft een achterstand, maar evengoed blijft ze volwassen en moet ze zelf weten wat zij op de gezicht wil smeren, al zal het bagger wezen van een vark of zoiets, weet ik veel. Het schijnt goed te zijn, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik zou het niet doen. Maar bewijs ervan, hè? Even bewijs ervan. Ze zal het ook wel niet doen, maar toch. Wat gaat het haar moeder aan? Van de moeder moest ze de make-up weer eraf halen. Hoe? Wat? Wat bemoei je eigen mee? Later. Ja, kom. Dat lijkt mijn moeder wel, die deed dat ook. Ik woonde al samen. Ik was nog niet getrouwd, maar ik woonde samen met de vader van de oudste drie kinderen, dus ook van Karin. Komen we op visite bij mijn ouders. Het eerste wat mijn moeder zei, dat troef van je smoelwerk af. Pardon. Mijn vader nam het gelijk van me op, mijn stiefvader. Nee, zegt hij. Nee, ook al vind je het niet mooi, sla het op. Want ze woont niet meer thuis. Wij hebben wat dat er gaat helemaal niks meer te vertellen over haar. Ze woont op haarzelf. Ze is oud en wijs genoeg. Ze is volwassen.
Ja, maar haar vader schijnt nog een stukje erger te zijn. Dan heb ik het over Danielle. Nou, ze maakt er nou zelf op. Ja, hoe het erop zit, weet ik niet. Maar dat zullen we vanmiddag beleven. Maar ik vind dat zo bizar. Waar bemoeien ze hun mee? Het is een volwassen vrouw, weet je. Laat haar. Als zij dat mooi vindt, moet ze dat lekker doen. En ze heeft nieuwe make-up spulletjes gekocht en al. Dus laat haar gaan. Mensen, laat haar los. Maar ja, jullie kijken niet naar mij. Jullie volgen, denk ik, geen YouTubers of wat dan ook. Ik weet het allemaal niet. Ze hebben wel internet, maar ja. Wat dat er gaat, nou, laat haar in ieder geval los. Degene die Danielle kennen en mij kennen. En Marcel kennen en haar ouders toevallig ook van Danielle. Nou, zeg het ze, laat haar los. Alsjeblieft, het is geen klein kind van 12, hè. Ik vind het vreselijk dat ze zo doen. Ja, echt, ik vind het vreselijk. Ja, kind. Maar ik ga dit naar de hal brengen voor Kandalfie. Dan kan die lekker smikkelen en ik ga koffiewater opzetten en mijn kopje afwassen. En het kopje van Willy pakken uit de vaatwasser. Die is ook schoon, dus komt helemaal goed. Hou gewoon voor goede moed. Het is prachtig mooi weer. Wat willen we nou nog meer? Het zonnetje schijnt. Ja, en gewoon gaan genieten. Met ons een beetje meegenieten. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Zo, lieve vrienden. Ja, Willy is al ruimschoots al een hele tijd weer naar huis. Het is 14 minuten over 4. En Danielle en Marcel zijn er nog steeds niet. Ik heb al geappt, maar Danielle moest tot 3 uur werken. En nu zit ze in het OV en op weg naar Marcel. En dan moeten ze nog deze kant op lopen. Ja, als ik dat had geweten van tevoren, dat ze dat moest doen, et cetera. Dan had ik er wel eventjes wegwijs geleerd van, hup, ga daar en daar naartoe met de bus. Laat Marcel maar een jumpy lopen. Dan kan jij maar een klein stukje lopen. Ja toch, dan had ze hier vlakbij met de bus uit kunnen stappen. Dan loop ik altijd met de meiden langs, ja. En er is er eentje hier aan het zeuren. Dat is meneer Kandalf. Ja, maar het gebeurt niet wat hij wil. Nee, hij wil er nou uit en ik moet dan op hem letten. Hij doet het keurig netjes, blijft mooi in de tuin, maar voor hetzelfde geld, ja. Gebeurt er wat, dat hij bang wordt of wat dan ook en dan vliegt hij weg over die schutting heen en dan kan hij niet zo hoog springen. Nee, dus ik wil dat ook niet hebben. En ik ga aan het eten beginnen, de kip klein snijden, in een schaaltje doen, afdekken, rijst koken, want dat moet ook natuurlijk gaar wezen. Dus ja, daar gaan we dan mee bezig voor de Pokéball. En ik ga jullie even wel aan de lade zetten, ondanks dat het maar... Oh, 2 streepjes. Ik ging nou naar nog maar 2 streepjes. Dus ik zet jullie aan de lade en daarna pak ik jullie er wel weer even bij om te laten zien. Dus ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen, maar geniet ook zeker een beetje met mij mee. Tot later! Aan. En dan kun je de dames al filmen en jezelf en mij. Hier komen dames. Ja, we zijn dus weer lekker bij de dijk, zoals jullie het zien. En hier zit de grote en de kleine is lekker bezig aan het snoepelen en het doen. En wat gaan we doen? Kom eens hier. Kom eens hier. Ik moet jouw gespje zien te vinden. Wacht nou eens even, je komt onder mijn rok. Daar ga ik weinig aan. Ja, en je staat op de riem, ook dat nog. Gaat ook moeizaam. Hé? Die is los. En nou Elwing. De gesp. Go. Go. En inzoomen. Hup, dat bedoel ik nou. Oh. Lekker, hè? Ja, je tweede dood dit jaar. Ja, en goed voor de vlooien. Ja, ik heb een dolle. Ja. Kom in het water. In het water. Ga maar zwemmen. Of is 1 keer genoeg?
Heerlijk, toch even? Ja. En normaal loop ik dan tot aan die trap en dan weer terug, maar dat doe ik nou niet. Hazenwindhond. Echt hoor, dat is net een hazenwindhond. Ik zie ze niet eens. Waar zijn ze? Daar. Oh, daar. Rijka! Koek, koek! En we zijn ze een energiegebruik. Ja? Kijk, Rijka. Ja, die is zo snel. Ja, en erg ongelooflijk, dat is prachtig is dat. Ja, dat kan je niet bijhouden, joh. Mooi, ja. Even energie vanavond. Ja. En dan slaan ze ook wel goed aan. Dan zijn ze ook wel even lekker energie. Ja, echt wel. Ga je mee? Moet wel weer zo richting huis, hè? Denk eventjes een duik voor jou. Maar het is voor vrouwtje hier niet bepaald warm te noemen. Dus ja, lieve vrienden, ik ga ze weer bij elkaar zien te krijgen. En dan gaan wij weer richting huis. Dus, dat dus. Maar oké, lieve vrienden, tot later. Ja, onze grote meid die is dus lekker in zee geweest, zoals jullie hebben gezien daarnet. Ja. Ja, en aan het rennen geweest met elkaar. En ze liggen allebei voor pampers. Ja. Maar wie is er ook? Onze Mario. Hallo. Hallo, schat. Hoe gaat ie met jou? Tijd ja, niet gezien. Gaat goed. Ga. Rondjes en boven niet zien. Ja. Geweldig. Ja. Dus, ja, tijd niet gezien. Nee. Ik mis die al. Ja. Ik heb Anna wel gezien en gesproken met jou. Nee. Wow, nergens te vinden. Nou ja, en Danielle en Marcel die zijn er natuurlijk ook nog, want we moeten nog eten en al. Ja, zeker. En Danielle heeft al aangegeven, doe maar rustig aan, want ik wil wat langer blijven dan normaal. Ja. Nou ja, helemaal top, want ze vindt het hier gezellig. Dus daar ben ik ook weer blij mee. En wat gaan we eten? Nou ja, ik had het jullie al verteld dat ik ermee bezig ging. En de boel die staat klaar, behalve de rijst nog niet, die staat in de koelkast. Dat was een tik op de koelkast. Ja. Ik kippie. Ja, nou ja, tomaatjes, daar zit mais in. Ik weet niet wat er allemaal in zit uit mijn hoofd meer. Nee, groenten in die grote kom. En dan heb ik nog ananas en mandarijntjes. Dus ja, dat dus. En dan zal ik die kom erbij zetten. En Mario die heeft al gegeten, die krijgt een klein kommetje om gewoon voor de gezelligheid mee te eten. Leg alle vogeltjes erbij. Alle vogeltjes erbij. Ja, inderdaad. Ja. Is dat zo? Ja, maar in... Behalve de koekoek? Ligt in april een ei. Juist. Dus, maar oké, wij gaan lekker genieten. Jij lust wel een bakje koffie, geloof ik. Ik lust wel een bak koffie, ja. Ja, jij ook nog? Watertje? Nee, een water. Een bakje koffie. Een bakje koffie. Ja. Ik een bakje koffie. Ja, lekker! Toen die dook is. Nou, kijk eens. Wat schitterend. Wat een mooi plaatje. Och, gosje. Heerlijk. Ik vind het zo mooi. Blijf zitten hoor, Marjo. Maak er ook een foto van. Ik vind het geweldig. Echt. Ha 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 ha!
Oh. Ja, hij begint lekker te spelen. Heerlijk. Enkel de televisie die staat aan en die moet zijn bekje houden. Waar is die nou? Oh, geweldig is dat. Hup. Kijk even, hè. Ja, je kan hem niet gooien. Oh, ja, dat kan wel. Oh, mijn maag. Oh, mijn maag. Ja. Hij heeft te veel gegeten. Ja? Wat doe je? Dat is geweldig. Hoezo, de kat is oud, hè? Spelen ja, springen wil hem niet meer lukken. Tenminste, niet hoog. Maar spelen wil. Ja, lekker ding. Hé? Oh, het is gewoon geweldig. Hé, je bent een lekker ding. Ja, van bazin is een lekker ding. Zo, lieve vrienden. Ja, het is alweer... knap aan de late kant, 13 minuten over 2 in de nacht. Dus ja, ik heb alles al gedaan en de meisjes gedaan, et cetera, et cetera. Dus het is tijd om welterusten te zeggen tegen jullie. Dus bij deze, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard gezond aan jullie bed zien te komen. En jullie weten het allemaal stuk voor stuk. God die houdt over ons de wacht. Daarom zeg ik gewoon graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!